De werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich de afgelopen periode enorm ingespannen om de belangen van hun leden zo goed mogelijk te behartigen. Ja, de coronacrisis kwam voor veel ondernemers als een mokerslag. Wat doe je dan als belangenbehartiger? Daarover spreken we met H.J. de Jager, voorzitter van VNO-NCW Flevoland. Goedemiddag, meneer de Jager. Goedemiddag. Ja, wat dachten de ondernemers bij de aankondiging van die intelligente lockdown door het kabinet op 13 maart? Ja, dit was natuurlijk een schok bij heldere hemel. Ik bedoel, veel ondernemers hadden dit niet in één keer verwacht. En het ging ook heel, heel abrupt. En dat heeft er wel toe geleid dat er eerst heel veel paniek was. Ja, want was meteen duidelijk hoe ernstig het was? Nou ja, op het moment dat die lockdown kwam, die intelligente lockdown, was het natuurlijk in één keer raak. En dat gold voor een flink aantal branches, waaronder ook de horeca, waar ik natuurlijk ook bij betrokken ben, zelf als ondernemer. En daar zag je gewoon van de een op de andere moment dat het over en uit was. Ja, zelfs op de avond van die aankondiging van die intelligente lockdown moesten restaurants ook hun gasten wegsturen en dan moest de deur op slot. Ja. Ja. En dat leidde ertoe dat je natuurlijk een hele rare situatie kreeg. Ja. Maar goed, dat is alweer achter ons. En ja. Dat is natuurlijk anders. Maar we zijn in het begin wel erg overrompeld door de maatregel. Ja, toen kwam binnen een paar dagen een steunpakket van Koolmees. Was dat eigenlijk geruststellend, die toezegging van al die steunmaatregelen? Nou, ik kan er natuurlijk alleen maar eigenlijk via voor mezelf. Kijk, een aantal ondernemers waren er best wel blij mee. Want er werd natuurlijk wel wat hoop gewekt. De andere kant, als je wat langer meeloopt in dit circus, dan weet je ook dat er altijd consequenties zijn aan alle dingen die de overheid moet doen. En dat altijd minutieus wordt uitgepluist en dat het niet altijd positief is. Ik was met gematigd positief over het eerste aanzet. Ja, maar wat was dan dat het niet helemaal 100% maakte? Nou, kijk, weet je wat het is? Je sluit een bedrijf helemaal 100% af en denkt dat de loonkosten maatgevend zijn voor de bedrijfsvoering. Dat is gewoon niet waar. Een bedrijfsvoering heeft veel meer kosten dan alleen maar loonkosten. Loonkosten zijn een onderdeel. Afhankelijk van het type bedrijf kunnen loonkosten variëren tussen de 20 en 50, 60, 70%. In bedrijven als de horeca is het zo dat je natuurlijk ook een component hebt als inkoop. Je hebt een andere component, de huisvesting, energie, marketing, sales, allerlei andere kosten die doorgaan. En die natuurlijk niet vergoed worden. Daarnaast leek het erop dat we een 90% vergoeding zouden krijgen over de loonkosten. Mm-hmm. Maar dat is in de praktijk 60-65%. En daarbij waren er een aantal bedrijven die er behoorlijk door gedupeerd raakten. Omdat die namelijk niet konden aantonen dat ze in januari voldoende omzet hadden gemaakt. Omdat ze seizoensgebonden waren. Nou, dat gaf nogal wat consternatie. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat kon u op dat moment voor ze betekenen als VNO-NCW? Wat deed u? Nou kijk, er zijn twee rollen. Je moet eventjes kijken, wij als regionale VNO-NCW kunnen ophalen wat bij de ondernemers op dat moment speelt. Dan ga je op regionaal niveau, op bovenregionaal niveau, VNO-NCW midden en gezamenlijk met VNO-NCW landelijk, ga je de politiek aangeven hoe onze denkbeelden zijn en wat er allemaal speelt. Er zijn meerdere stromen die naar VNO-NCW landelijk lopen. Dat zijn onder andere ook de branches. Hè? Dus brancheorganisaties hebben rechtstreeks direct contact met het VNO-NCW landelijk bestuur en geven input om zodoende de belangen van de branches te vertegenwoordigen. Ja, hoe is het nu eigenlijk? Staan er door al dat gedoe staan er veel bedrijven op omvallen? Nou ja, kijk, letterlijk op omvallen weet ik niet precies. Maar er zijn genoeg bedrijven nu aangeslagen. En het is nog niet voorbij. En zeker niet. We hebben nu gelukkig een aantal branches die weer onder bepaalde voorwaarden en gereduceerd open mogen. Daarvan lijkt het van jongens, hè, dat is wel een stip op de horizon. Maar je moet wel realiseren dat het niet makkelijk is. Want heel veel bedrijven hebben hele moeilijke exploitaties onder de voorwaarden die er momenteel gesteld worden. Ja, je vraagt je toch wel een beetje af. Nou ja, dat verwijt hoor je wel een beetje van Jan Publiek. Waarom hebben ondernemers niet gewoon een dikke vette buffer? Daar moet je toch gewoon rekening mee houden dat het wel eens tegen kan zitten?
Vaak wordt gedacht dat er bij een ondernemer alles wat hij aan omzet heeft, dat het ook winst is. Dus er wordt heel erg gekeken naar nou, als je het uitrekent, heb je zoveel mensen en zoveel besteding en dan zullen er wel zoveel geld verdiend worden. Nou, was dat maar zo. De marges in bepaalde branches zijn echt niet hoog. Dat is echt niet dat je zegt, jongens, om een huis te schrijven. Daarnaast zit er best nog wel eens wat verloop in bepaalde branches. Dus er zijn ook bedrijven die wat minder vet op de botten hebben. En ja, het is ook zo dat je met dit soort dingen kun je dus absoluut geen rekening houden. Dit zijn dus calamiteiten die je niet kan, die kan je niet verwacht. Ik bedoel, ik werk al zo lang in de horeca. Ik heb niks vergelijkbaars als dit meegemaakt. Nee, dat geldt voor heel veel mensen inderdaad. Ja. Welke sectoren zijn nou uiteindelijk het zwaarst getroffen in Flevoland? Nou ja, kijk, dat zijn eigenlijk alle bedrijven die op slot zijn gezet. Hè. Dat zijn de bloemenhandel, ook wel op de agro een deel, dat zie je met name ook in de aardappels. Hè. Dus zeg maar, die zijn aanverwant aan de foodservice, dus die zijn getroffen. Cultuur, de horeca, de recreatie, ook een deel transport en logistiek, maar ook wel productiebedrijven. Die gaan het straks in de toekomst ook nog wel erger meemaken. Want sommigen zitten in een soort die komen achteraan zetten. En die gaan ook nog de gevolgen van de coronacrisis meekrijgen. Ja, en nog Maar er zijn dus heel veel die internationaal doen ook. even kijken naar de situatie. Want al die maatregelen die getroffen waren in Nederland, dat werd natuurlijk ingegeven door wetenschap. Wetenschappers die zeiden, dan moet je 1,5 meter van elkaar af gaan staan. We moeten zorgen dat niet te veel mensen besmet raken en zo. Er was in die discussie natuurlijk, en aan tafel zaten geen ondernemers. Vindt u dat eigenlijk een gemiste kans? Nou, eigenlijk heel erg. Ik ben daar helemaal niet zo positief over. Kijk, het hele punt, als je echt gaat onderzoeken, en dat zouden jullie als journalist ook kunnen doen, is er op basis van echt wetenschappelijk gerandomiseerd dubbelblind onderzoek, is er niets gedaan aan bijvoorbeeld de 1,5 meter-economie. Wij denken dat het een invloed kan hebben. En ik ga het niet ontkennen, want ik ga echt niet de wetenschap nu tarten. Maar ik vind het wel bedenkelijk dat er geen echte feitelijke onderzoeken zijn omtrent de 1,5 meter. Er zijn ook verschillende landen met verschillende criteria. Daarnaast vind ik dat ondernemers wel degelijk betrokken hadden kunnen worden in het OMT om zeg maar mee te denken over hoe komen we hier nou op een goede manier uit. Het betreft namelijk niet onze totale populatie, maar onze. Die gevaar loopt, noem ik dan. Maar het gevolg is wel voor de hele bevolking. En de mate waarin het nu ingezet wordt, is fors. Ja, 1,5 meter economie. Ja, ik hoor u al een beetje zeggen dat is eigenlijk niet houdbaar. Nee, klopt. Nou, voor heel veel bedrijven niet. En het is ook de vraag of we echt dat risico lopen. Er zijn een aantal maatregelen die je kan treffen waar we niet over praten. En dat vind ik wel eens betreurenswaardig. Ik Ja, bedoel, maar waar de zou u het over willen insteek. hebben dan? Nou, onder andere, kijk, preventie. Dat begint met een goed immuunsysteem. Als je een goed immuunsysteem creëert, kun je zeg maar een groot gedeelte van dit soort virusachtige ziektes minder invloed hebben op jouw ziekteverloop. En dat betekent dus gezonde voeding, voldoende beweging, ook in de buitenlucht vertoeven, vitamine C, vitamine D en zink en selenium. Dat zijn hele belangrijke elementen. Is eigenlijk gevoeglijk. Wel bekend bij de wetenschap, maar wordt niet verkondigd door de overheid. Dus we zitten eigenlijk op een heel ander spoor te mikken. En dan gaan we nu kijken van hoe kunnen we nou de zwaksten in onze samenleving zeg maar beschermen, wat ik goed vind. Maar laten we proberen die zwaksten wat sterker te maken, zodat we ook een populatie wat sterker hebben ten opzichte van virussen en andere ziektedragers. Ja, nou, aan ons immuunsysteem kunnen we nu gaan werken, maar dat hebben we ook niet binnen een jaar op orde misschien wel. Dus we blijven voorlopig nog even die 1,5 meter economie houden. Keert wel een beetje de rust terug nu? Nou, kijk, weet u, het is nu zo dat 1 juni om 12 uur is onder andere een deel van zeg maar, de sectoren zijn geopend, de evenementen dus niet, hè, de sportscholen ook niet. Er zijn een aantal die zeg maar, een beetje wat mogen doen, de horeca onder allerlei zeg maar, voorbehouden en procedures. Nu komt wel straks het uur der waarheid naar boven toe, want een hoop bedrijven gaan dit ook niet trekken.
Gelukkig is er een NOW2-regeling. En ik hoop dat dat zeg maar, voor een aantal bedrijven de dobber is waardoor ze door kunnen gaan. Maar die hebben het heel erg zwaar. Ja, nou voorlopig bent u er nog wel mee bezig, denk ik, als VNO-NCW. Ja, wij zijn continu bezig en dat vind ik ook wel mooi. Omdat, dat is misschien ook wel goed om te weten. Wij zijn eigenlijk continu bezig om de ondernemers te informeren. Maar ook met de overheid na te denken over hoe kunnen we hier nou een goede hand en voet aan geven. En nogmaals, we moeten zorgen dat we niet mensen onnodig in gevaar brengen. Dat is namelijk wel een heel erg belangrijk ding. We moeten ook niet laconiek doen over deze situatie, want het is wel serieus. Maar we moeten ook proberen een leefbare maatschappij te creëren waarin bedrijven zich kunnen manifesteren zoals ze zich horen te manifesteren. De burgers veilig zijn en dat er weer gewoon normale levendigheid ontstaat. Nou, heel erg bedankt voor uw heldere verhaal, Hajé de Jager, voorzitter van VNO-NCW. Dank u wel.